De vakantie is aangebroken, maar ga je niet het land uit? Niet getreurd. Er is genoeg te doen in de regio en ik ga je nu vertellen wat precies. Maar liefst vier ton aan ijsblokjes werden ervoor gebruikt. voor het aanleggen van de ijsvloer in het nieuwe Luxor in Rotterdam. Daar staat de hele komende vakantie een hele bijzondere voorstelling op het programma Sleeping Beauty on Ice. Schaatsers laten het verhaal zien: het prachtige sprookje van de prinses die wakker moet worden gekust. En op die geweldige ijsvloer, die echt uniek is, uh, ja, is dat een geweldig gezicht. Let op, je hebt nog maar één weekend om zijn werk te zien. Het werk van de Belgische kunstenaar Paul Delvaux. Dat hangt in de kunsthal. Er hangen ongeveer 90 werken en zijn werken zijn romantisch, een tikkeltje mysterieus. Je kunt er uren naar kijken. Zondagochtend is er live muziek bij, zijn er rondleidingen en dan zit het erop. Nog een paar dagen de kans. Het is uh, normaal gesproken de plek waar je je kinderen absoluut niet mee naartoe neemt, maar dit weekend kan dat lekker wel. Filatalia, dat is de plek waar de sprookjesshow Sprookjes in Talia op het programma staat. Zondag, drie keer, wordt hij opgevoerd en hij gaat over prinsessen. Assepoester, Doornroosje, noem maar op. En jij mag je kinderen er verkleed mee naartoe nemen en zij kunnen lekker wegdromen in die show vol prachtige prinsen en hele mooie prinsessen. Er zijn uh, een paar plekken in de stad waar de jetset graag uitgaat. Uh, de Euromast is er een van, uh, Villa Thalia misschien in het centrum. Maar wat dacht je van deze, de Boothouse aan de Kralingse Plas? Jij gaat uit, je eet wat, je danst wat en op de achtergrond, uit die grote ramen, zie je de plas en de zon ondergaan. Nou, het is geweldig. Zondag staat daar een feestje op het programma met de gekke naam Bitterball. Nou ja, dat zegt wel iets over de ongedwongenheid van het feestje. Je kunt er champagne drinken, uh, gin tonic, er zijn DJ's, ze draaien voorzichtige house, er zijn hapjes en als het echt gezellig wordt, dan komen er Nederlandstalige zangers. Meng je in de jetset en ga lekker uit zondag aan de Kralingse Plas. Hij is de beste acteur van Nederland, of in ieder geval één van de beste. Pierre Bokma. En Pierre Bokma schittert in een nieuwe toneelvoorstelling, Aquarium. Die gaat over iets wat we allemaal kennen. Het fenomeen buren. De voorstelling vertelt over een ontmoeting met die buren. Een eerste ontmoeting die uitloopt op een nachtmerrie. Nou ja, hilariteit al om. Het is een zwarte komedie met in de hoofdrol de beste acteur van Nederland. Een aanrader. Dit waren ze. Heb jij nog tips? Laat het ons weten in de comments. En vergeet dit filmpje niet te liken. Tot volgende weekend.